الحال. Dames en heren, kom binnen. Dank voor binnen. Enjoy the show. Ladies and gentlemen, welcome to the show and we hope you enjoy. Dames en heren, welkom bij de voorstelling. Geniet van de voorstelling. Alles om maar, voor elkaar. Wie breedt dat ik erop wou? Bienvenidos, dames y caballeros. Bienvenidos a nuestra actuación en disfrutar. Assalamu alaikum, shukriyani kiliya. Hola a todos, obrigado por ter vindo. Dames en heren, leuk dat jullie er zijn. Geniet van de show. Guten Tag allemaal, herzlich willkommen. Dames en heren, wat leuk dat jullie er zijn. Veel kijkplezier. Gaan we naar Arayan. Hoor je mij niet? We hebben dus dat boek van Sinan en daar moeten we iets mee. Maar dat is toch het verhaal van Sinan? Maar dat is toch ook ons verhaal? Wanneer gaan we beseffen dat Nederland racisme kent, dat Nederland discrimineert? Ik denk dat het wel meevalt met racisme. Ja, dat je dit nu al zegt, is heel racistisch. Want dan pensen we Buraki Sanka. Weet niet wat dat betekent, maar precies dat. Nederland doet net alsof het allemaal perfect is. En over de rest wordt gezwegen. Is dat echt zo? Het klinkt zo negatief. Dat boek klopt gewoon. Kijk maar. Yo, waar ben je? Ik ben onderweg. Ik sta al voor de club. Er staat daar zo'n raar arrogant wijf naar mij te kijken. En we gaan niet binnenkomen. Kom snel. Kom. Schiet op. Het duurt echt veel te lang. Hé. Hey. Oh, ik schrok me dood. Oké, kom. We gaan snel naar binnen. Hé, wij willen naar binnen. Ben je soms blind? Zie je niet dat alleen maar Hollanders in de club zijn? Jij bent geen Hollander, dus ga maar weer weg. Wat? Wij zijn gewoon Nederlanders. Jij wij willen naar gehoord? Binnen. Nee, ik heb niet gehoord. Ben niet Nederlands, dus ga maar weer weg. Nee, wij kom zijn maar terug met de hallo, zeg even iets dan. We moeten naar binnen. Gaat het hey. Hey. Hallo, gezellig. Kom maar. Hoi dames. Hoi. Nou, hele fijne avond. Genieten van jullie drankjes. Yes. Dankjewel. Doei. Sta je daar nog steeds? What the fuck was dat? Wij willen naar binnen. Wil je alsjeblieft een vrouw meenemen? Nee, en nee, gaan? Nee, we gaan naar ga binnen. Maar weg. We gaan naar binnen. Alles nee, we gaan naar mijn moeder. Nee, dat is mijn moeder. Hoi. Hi. Waar gaat de race naartoe? Oh, ik ga naar Curaçao toe. Oh my god, zo geweldig. Ik wou dat mee kon gaan. Wat ga je er doen? Oh, ik ga shoppen met vriendinnen. Zonder baan op het strand. Heerlijk zwemmen in de zee. Zo zin in. Oh my god, ik ben zo jaloers. Ho, ho, ho. Waar ga je naartoe? Naar Curaçao. Wie heeft jouw ticket betaald? Hoe doe je weer? Waar werk jij? Ik werk bij de gemeente. Wie heeft jou aangenomen dan? Mijn leidinggevende. Geloof ik helemaal niks van. Even... Jij gaat naar Curaçao, zeg je? Ja. Wat ga je daar doen? Vakantie gewoon. Nou, ik denk niet dat je naar Curaçao gaat, maar dat je binnen vier muren blijft hier. Je hebt ook echt wel een hele grote broek aan. We houden jou aan op basis van het wet wapens en munitie. Schat, heb je iets bij waarvan ik moet weten? Pistool, drugs, iets anders? Nou ja, er is één klein ding. Ik hoop echt niet dat het een probleem is. Ja, ik heb een... klein dingetje voor zelfverdediging mee. Oh my god, nee, die vind ik zo schattig. Schat, weet je wat? En ik hoop dat je niet hoeft te gebruiken. Geen reis, bedankt. Hey, wat we even gaan doen, hè? Ik ga even mijn collega erbij halen. Gaan we even die broek van jou onderzoeken. Collega, ik even hier naartoe komen. Kom eraan. Ja, nee, ik zie het. Dat is inderdaad een hele grote broek. Wat heb je erin? Helemaal niks. Jij hebt echt wel een AK-47. Ik denk drugs, iets anders, bonnetjes misschien? Helemaal niks. Niks, geen cocaïne? Nee. Zullen we even fouilleren? Ja, doe maar. Gaan we staan. Oh ja, de rij.
de rij. Iedereen staat in de rij. Ik ook. Maar ik moet eruit. Opnieuw en opnieuw. Ben ik zo anders? Waarom altijd ik? Moe. Moe van teleurstelling. Zijn jullie niet gisteren met twee anderen? Nee. Ik heb jullie tweeën toch gezien? Nee, ik weet niet waar je het over hebt. Ja, kom er even mee. Ja, zie je dat speelpark daar? Gisteren was die nog heel, totdat jullie drie er waren en toen was die kapot. Ja, nee, ik weet niet waar je het over hebt. Ja, vertel me nou, wat is er gebeurd? Ik weet het niet. Ja, jullie drieën vallen hier wel een beetje op in de wijk, hè? Ja, kom er even zitten. Ja, politie, met Karen. U had gebeld. Ja, deze hier zo heeft gisteren met twee andere jongens dat speelpark daar kapot gemaakt. Mag ik even je identiteitsbewijs zien? Die heb ik niet, ik ben minderjarig. Oké. Weet jij iets over dat paard? Nee. Ja, ik ben toch niet blind? Ik heb jullie drieën gisteren daar gezien. Nee, ik heb ook wat tegen haar gezegd. Ik weet van niks. Kende jij die jongens toevallig? Ik weet wel wie ze zijn en zo, maar ik heb niet gedaan. Dit gaat niet werken zo. Sta maar even op. Jij mag even mee naar het bureau. Gaan we het even uitzoeken. Word ik nu aangehouden? Nee. Dus ik hoef niet in de boeien. Kom, meelopen. Dus ik kan lopen hoe ik wil. Meelopen nu. Ik kan zo lopen, ik kan zo lopen, ik kan zo lopen. Luister, luister. Ik werd gediscrimineerd toen ik de club in wou vanwege mijn huidskleur. Wat? Heel raar dit. Maar dat is niks, man. Ik ben niet toegelaten tot mijn voetbalclub omdat ik een baard heb. Wat? Ik mocht niet op de trampoline van mijn buurjongen omdat mijn huidskleur te donker is. Wat? Te donker? Trampoline? Ik word elke week aangehouden. Jij? Ja, moet je luisteren. Ik werd het niet bij een sollicitatie omdat ik een vrouw ben. Wat? Nou ja, ik word altijd aangehouden, omdat ik uit Curaçao kom. Wat? Nee, mijn is erger. Ik word het niet tijdens sollicitatiegesprek, omdat ik een hoofddoek draag. Wat? Dat is echt... Nou, die van mij is nog erger. Want tegen mij zeggen ze, ga terug naar je eigen land. Ja, dat klopt niet. Hallo, hoor de mijne. Kijk, ik werd niet aangenomen op stageplek vanwege mijn achternaam. Wat? Ja, man. Ja, en ik werkte ergens waar volwassen mannen seksuele grappen over me maakten. Nee. Nou, en ik ben gedrogeerd door een man. Nee. Ja, maar luister, luister. Ik word vaak ongepast aangeraakt in de club. Eeuw. Hey, Sama. Don't you wish you were in the club? That is all that is, Weißt du, wie blöd dein Haus ist, dann weißt du, wie blöd. Aber schon. Mijn leven is niet eerlijk, ewaja. Dat is helder niet voor iedereen, ewaja. Maar alles wat we doen is een probleem, ewaja. Dan doen we het maar rekenen met het tweede, ewaja, ewaja. Mijn leven is niet eerlijk, ewaja. Dat is helder niet voor iedereen, ewaja. Maar alles wat we doen is een probleem, ewaja. Dan doen we het maar rekenen met het tweede. Kijk wat ik heb meegemaakt. Ik was rustig in de kleur, mijn deur is niet gesloten. Blauwe lichten die gaan aan, automatisch ben ik weg. Op kalender.
heb ik niets gedaan. Deze tijden heb ik weg. Ze laten mij niet chillen op mijn favoriete plek. Oh ja, dat is nog iets. Kom dus aan, aan mijn voet. Maar is het niet wat makkelijk om gewoon wat scènes uit een boek na te spelen? Ewa ja, zolang het ons verhaal is, waarom niet? Maar het is toch ook ons verhaal? Wat schieten we daarmee op? Niks, het blijft toch zoals het is. Hé, hey, waarom zo ontzettend negatief? Er gaat toch niks veranderen. Maar wat heb je er zelf aan gedaan dan? Oh ja, natuurlijk. Nu ben je opeens verantwoordelijk voor je eigen geluk. Hallo, in Nederland is het, als je niet helemaal Nederlands bent, dan ben je vaker niet Nederlands dan wel Nederland. Wat bedoel je? Het zit maar zo als het uitkomt. Kijk, luister. Je bent of de allochtoon op het hbo, of je bent de allochtoon die omschreven wordt als een dief. Iedereen is hier toch gewoon gelijk? Ja, zolang het uitkomt. Hallo allemaal! We staan hier vandaag in het bruisende Den Haag. En we gaan vandaag de mensen vragen wat hun verschillende identiteiten zijn. Komen jullie mee? Grub. Farm. I built houses. I was a manager of a grocery store and a meat department. I also had the opportunity to be a professor at university. I taught for 40 years gifted students. Let's see, I'm Santa Claus. So those are just some of my identities. Kun je mij vertellen wat jouw verschillende identiteiten zijn? Nou, ik ben natuurlijk een broer van mijn broertjes, zoon van mijn ouders, teamgenoot van mensen op het team, voetbal speel ik. En ik ben gisteren gesolliciteerd bij Sportingshuizen, dus daar word ik nu... Wat leuk! Ja, dat is het al een beetje. Okay, could you tell us about your identity? So, first of all, I'm a son, I'm a brother, and right now I'm a citizen of the world, so I want to identify with everyone. Wat zijn jouw verschillende identiteiten? Ik ben onder andere studenten, ik ben een rooster, ik ben een zus, ik ben een dochter. Wat meer? Ik ben een pianospeelster, een hondenliefhebber. Ja, ik denk dat wel een beetje. Is a father. Yeah, that's pretty much it. Kun je mij vertellen welke identiteiten jij hebt? Ik ben Indonesisch van afkomst. Ja, even kijken. Ik ben op zich wel iemand die wat introvert is. Maar als ik zeg maar mensen leer kennen, dan stel ik mezelf wat meer open. In het huis, ik woon samen met mijn moeder en ik draag zorg voor mijn moeder. Dus ik doe dan een beetje huishouden en koken en dergelijke. Dagelijks leven verder, kijk, ja, werken. Wat doe je? Service desk. Oké. En dat doe ik dan 4 dagen in de week. Daarnaast, naast het werken, ga ik gewoon lekker stappen met vrienden die niet in beeld durven. En dat is een beetje wat ik ben en wie ik ben. Ja. Wat zijn jouw verschillende identiteiten? Zoon, kleinzoon, broer, vriend. Hobby's, werk? Ik werk in de sales en hobby's zijn hobby, fitnessen, surfen, tennissen, zoals. Wat zijn uw verschillende identiteiten? Ik ben moeder. Ik ben dochter. Ik ben echtgenoot. Ik ben eigenaar van de zaken. Ik ben vriendin. Ik ben. Ja, daar ben ik nog meer. Dat denk ik niet. Ja? Oké, okay. Nou dank u wel. Nou, even een kort interview met Zeedorf voordat de wedstrijd begint. Zeedorf, hoe gaat het? Ja, gaat goed met jou? Lekker man, ga je vandaag Nederland los maken? Dat is wel de instelling. Vandaag. We vertrouwen op jou. Heel veel succes. Dankjewel. Zeedorf. Daar is de stip. Nou, Zeedorf, dat was super pijnlijk. Wat ging er mis?
Ja, alles hè? Ja, ja, dat zagen wij ook wel hoor. Jij bent ook echt teleurgesteld. Klopt, het spijt me. En dat was Suriname in ons Nederlands aftal. Ja, het spijt me, kan niks aan doen. Maar tip van mij, misschien terug naar je eigen land en daar voetbal spelen. Misschien maken we je wel trots. Dat zou een optie kunnen zijn, ja. Nou, doe dat maar even zeker. Heel veel plezier, fijne avond. Jou wil ik zeker niet zijn. Doei! Zo, vertel het maar, wie waren het? Nee. Ja, ik heb jou gezien, vrijdag, 8 uur, bij die winkel. Nee. Samen met je 2 vrienden, hè? Nee. Ja, ik heb het gezien op de camerabeelden. Jij was erbij. Nee. Ja, je hebt zeker niet helemaal door wat er gaat gebeuren, hè, als je nu niet zegt wie het waren. Nee. Nou, dat zal ik eventjes aan je gaan vertellen. Als jij nu niet zegt wie er bij jou waren, dan krijg jij een strafblad. Nee. Ik ben gebeld door de politie. Kan je me uitleggen waarom? Ik heb geen idee waarom. Dus je weet niet waarom de politie mij belt? Nee. Heel apart. Nou, ik denk dat je het wel weet. Vertel, waarom bellen ze mij? Ik heb echt geen idee. Dus, heb je er nog eens even over na kunnen denken? Nee. Nee, dat dacht ik al. Nou, weet je, dan geef ik jou 2 opties. Of, je vertelt wie het waren en dan ben je vrij om te gaan. Of, je zegt het niet. Maar ja, dan krijg je een strafblad en dan kun je je baan al vergeten. Dames en heren, welkom. Welkom bij een andere show van Een Leven in een Allochtoon. Wat denk je dat hij gaat doen? Gaat hij toegeven of gaat hij het ontkennen? En dat zullen we zo zien. Blijf maar kijken. Dus, wat gaat het worden? Ja, nou, ik weet wel het een en ander. Nou, vertel, wie waren het? Ja, 2 vrienden van mij hebben een overval gepleegd. Zo, en heb je ook namen voor me? Ja, het waren Paul en Serge. Oké, nou ja, 2 namen heb ik gekregen en nu ben je vrij om te gaan. Dus vertel, voor wat belt de politie mij? Ja, 2 vrienden van mij hebben een overval gepleegd. Dus, voor wat moeten ze mij bellen? Ja, ik heb ze verraden. Je hebt wat gedaan? Je hebt je vrienden verraden? Ja. Ben je gek geworden? Dat doe je niet. Vrienden, verraad je niet. Je moet je diep, diep, diep schamen. Ja. Wat is gebeurd? Nou, hij heeft echt wat dingen tegen me gezegd dat ik echt niet vind kunnen. Wat dan? Ja, hij zei dat ik er geil uitzag en dat hij me van achter wilde nemen. Ja, ik vind het gewoon echt niet kunnen, meneer. Meneer Jansen. Ja. Hoogwit opgeleide man. Ja. Dat geloof ik niet, joh. Ja, het is toch echt gebeurd? Ja? Draai een rondje. Draai maar een rondje. Waarom? Andere kant, andere kant. Doe maar nog eentje. Ja, maar kijk hoe je eruit ziet. Kijk hoe je eruit ziet. Wat heeft dat ermee te maken? Ja, kijk hoe je eruit ziet. Ik weet wie je bent, hè. Ik heb je naam op de gangen gehoord. Hoe heet je? Tessa? Nee, studiepuntenkech. Dat heet zo heet je. Ja, ja, ik weet het. Je snapt er ook echt helemaal niks van. Nee, ik snap helemaal niks. Ik ga niet met jou praten, hoor nog van mij. Ja. Hey, dat was een pijnlijk gesprek, hè. Wat een lul was die gozer. Of is dat gewoon een studiepuntenkech? Wat denken jullie?
Goedemorgen klas. Goedemorgen. Leuk dat jullie er zijn. We gaan beginnen met geschiedenis. Doe je boek maar open, bladzijde 50. We gaan eerst een filmpje kijken en wat vragen beantwoorden. Ja. Oh, kijk wie we daar hebben! Het is Mohammed! Applaus jongens! Mohammed is er! Ik heet niet Mohammed. Ali, Ahmed, dat maakt niet uit. 10e keer te laat deze week, hè? 10e keer, echt prestatie. Je zat zeker weer bij die dunne zaak op de hoek te chillen. Wat zeg jij, joh? Een tip voor jou, jongen. Als je later als vuilnisman werkt, moet je ook op tijd komen voor je werk. Ja. Waar slaat het op? Ja. Of je kan die scooter verkopen die je laatst aan mij wou verkopen. Gast, wat zeg jij, man? Ja, die zijn sowieso gestolen. Dus dan kan je, als je opgepakt wordt door de politie, ook even rondkijken op het bureau. En je zo leuk inrichten. Ja, ik zou dat doen. Ja. Nou ja, genoeg tijd aan jou verspild. Doe je boek open. Heb je die überhaupt mee? Hi, sorry. Hi. Ik ben wat laat. Er stond zo'n ontzettend lange rij bij de koffieautomaat. Ach, verschrikkelijk. Nee, ik snap het helemaal hoor. We zijn nog niet begonnen. Gaan we zitten. Wat is dit? Zo, jij bent er al. Te laat. Ik ben alweer te laat. Te laat om de aard van de oorzaak te omschrijven. Te laat om te erkennen dat ik een stem heb. Te laat om mijn falen te laten verdwijnen. Te laat om te ontkennen dat ik slecht ben. Te laat om de schaamte te ontwijken. Te laat om te vertellen wie ik echt ben. Ik word gestraft door de autoriteit. Niet door middel van een fijn gesprek, maar vernederend terwijl iedereen toekijkt. Niet alleen door mijn eigen gebrek, maar ook dat van hem die op mij lijkt. Ik ben te laat. Te laat om mijn waarde te bewijzen. Te laat om te zeggen dat ik recht heb. Te laat om mijn bestaan te onderschrijven. Te laat om te stellen dat ik mens ben. En dit is niet alleen mijn gevecht. Dit is niet alleen mijn strijd. Het verlangen naar respect. Het onderdrukken van die identiteit. Je hebt dit nu bij mij ontdekt. En je vraagt je misschien af waar dit toe leidt. Kijk dan maar eens goed om je heen. Want het gebeurt de hele tijd. Zou worden. Kijk naar mij. Ik ben de beste, ik ben de slimste, ik ben de sterkste. Maar toch gebeurde er dit.
Hé hey, jongens, hebben jullie die lelijke net op de gang gezien? What the fuck, man? Heb je naar die baard gekeken? Toen heb je sowieso naar Masala. Ja, ja, misschien komt hij zo om een pakketje bezorgen. Dat denk ik sowieso. Hij kan sowieso helemaal niks. En hij praat sowieso alleen maar Bollywood. Zijn merkkleren komen sowieso uit Turkije. Ja, ja. Deze man is in zijn vrije tijd sowieso knoflookdealer. Hij heeft sowieso de baas gepikt dat hij hier mag werken. Ja, ik weet niet hoor, maar zijn soort, die hoort er niet. Nee. Maar wacht, is hij niet van idee? Het zit echt ergens een nerd. Ja, dat is het. En kijk naar zijn baard, dat zit vast bij Al-Qaeda. Oh shit. Ik ben je nieuwe leidinggevende. Wil je koffie? Wanneer voel jij je geaccepteerd? In principe altijd. Ja, je voelt je altijd geaccepteerd? Ligt eraan waar en wanneer, maar in principe altijd. En op welke plek of bij welke mensen voel jij dat het meest? Ja, voor mijn vrienden en familie. En hoe komt dat? Ja, daar voel je je thuis. Dan ga je niet jezelf kunnen zijn als je het ook niet zelf kunt accepteren. Voelt het zo dat je niet jezelf kan zijn bij onbekende mensen? Het is net dat ik niet mezelf kan zijn, maar ik wil het niet zelfs. En hoe komt dat? Ah, gewoon, ik hou daar niet van. Gelijk, ik ken jou niet, dan ga ik gelijk mezelf mee. Even alles eerst opbouwen, dan kijken hoe het gaat lopen. Ja. Toch? Ja. Zo beter. Wanneer voel jij je geaccepteerd? Wanneer voel ik me geaccepteerd? Ja, als ik mezelf kan zijn, eigenlijk. En wanneer kun jij jezelf zijn? Ja, wanneer kun ik mezelf zijn als ik niet twee keer hoef na te denken voordat ik iets zeg. En ja, als ik gewoon mijn eigen ding kan doen bijvoorbeeld. En gewoon lekker op mijn gemak voelen. En ja, dat eigenlijk. En wanneer voel jij je op gemak? Bij wat voor omgeving is dat? Of bij wat voor mensen? Ja, ik zou eerder kunnen zeggen van... Ja, dat is gelijk zo rationeel dat ik zeg met familie en vrienden, maar je hoort eigenlijk jezelf te zijn naast iedereen eigenlijk. En ja, who cares? Ja, ik ben het helemaal mee. Ja, we moeten gewoon iedereen laten leven. Leven en laat leven, toch? Ja, leef ik bij mezelf, ja. Wanneer voelt u zich geaccepteerd? Nou, voor mij begint dat met zelfacceptatie. Op het moment dat je jezelf accepteert, dan laat je ook toe dat anderen je accepteren. Ja. Ik denk dat dat de essentie is. Ja, ja, mooi. Ik ben een zoon. Ik ben een man. Ik kom uit een ver warm land. Ik ben een oom. Ik ben een vrouw. Ik ben een broertje. Ik ben een dochter. Ik ben een vrouw. Ik ben een grote zus. Ik ben een klein zusje. Ik ben ongemakkelijk. Ik ben een tante. Mijn ouders komen hier niet vandaan. Ik hou van de gym. Ik werk bij IKEA. Ik ben jouw bezorger. Ik ben een harde werker. Ik ben een student met heel veel vragen. Ik ben een leidinggevende. Ik ben een student met grote dromen. Ik ben bijlesdocent. Ik ben een nerd. Ik ben een chocoladeliefhebber. Ik ben een teamgenoot.
niet van stilzitten. Ik ben een dromer. Ik denk veel na. Ik ben graag op mezelf. Ik ben een weekendliefhebber. Ik ben wie ik ben. Ik denk niet na. Ik ben een doorzetter. Ik ben introvert. Ik ben een vertrouwenspersoon. Ik ben een schouder om op te huilen. En ik ben altijd moe.